Dames en heren, wat ben ik blij u te zien. Wat ben ik blij dat we dit weer mogen doen. Dat wij in een zaal mogen zijn met publiek en dat studenten van het Utrechtse Conservatorium daar mogen musiceren. Er is een voormalig Amerikaans presidentskandidaat die ooit zei: "It takes a village to raise a child." Laat duidelijk zijn: "It takes audiences to raise musicians." Zonder publiek is het voor ons heel erg moeilijk om dat te ontdekken wat er te ontdekken valt en om die communicatie op gang te krijgen. We hebben u gemist dus. De vorige editie, september vorig jaar, was een editie die toen al uitgesteld werd vanwege COVID. En daarna hebben wij heel veel geleerd, denk ik allemaal, zoals we hier in de zaal zitten. Veel geleerd over het leven, veel geleerd over dat we dagelijks op een bepaalde manier gehouden werden aan afspraken. Studenten hebben ook ontzettend veel geleerd. Ze hebben heel veel geleerd over weerstand, over flexibiliteit, over datgene wat nodig is om in dit soort tijden ook jezelf toch steeds weer opnieuw als een soort baron van Münchhausen aan je haren vooruit te trekken. Want datgene wat ze moesten doen als muzici is studeren in een context waarin het vaak leek op topsport, laat ik even het zwemmen erbij halen, zonder water in het zwembad. U als publiek was er voor onze studenten op dat moment gewoon niet. Althans, niet helemaal niet. Want datgene wat vandaag ook gebeurt en waar ik ook Tivoli Vredenburg weer voor kan bedanken, is een livestream. En dat hebben we ook moeten leren. Wat betekent het om te spelen voor een camera, een oog dat jou wel registreert, maar eigenlijk niet kijkt? En dat hebben we op het conservatorium gedaan. We hebben onze studenten daar ook mee geconfronteerd in de hoop dat zij ook dat langzamerhand onder knie zullen gaan krijgen. Vandaag hebben we de 8e editie van de Steierbergprijs. Een bijzondere prijs waar een mecenas ons dus inmiddels al 8 keer de gelegenheid biedt om studenten als het ware een steun in de rug te geven, een financiële steun in de rug te geven voor een vervolgstudie. Want de studenten die zometeen gaan spelen hebben hun bachelor-examen afgerond recentelijk en gaan naar alle waarschijnlijkheid allemaal door voor een mastertraject. En die euro's die zijn dan altijd heel erg welkom. Vandaag in volgorde, zoals jullie ook op de programmatoelichting kunnen zien, begint Evalina Argirou, een pianostudente, en daarna dit jaar 2 vioolstudenten. Normaliter kan het een programma zijn met ook cellisten erbij. En dit jaar hebben we geen cello-kandidaat voor deze finale kunnen vinden in school. En er zijn er 2 vioolkandidaten. Anne-Roos Hoytink, die speelt met aan de piano David Best. En als derde kandidaat zometeen Goede Lieve Voorhoeve met aan de piano Leon Bak. De jury ga ik jullie straks heel kort nog voorstellen. Die zal nu vanuit de zaal met u samen gaan kijken naar de podiumpresentatie, naar hoe het klinkt, hoe het eruit ziet, en zullen met elkaar gaan delibereren over wie dan de eerste prijs ontvangt en wie de tweede prijzen ontvangt. Want in principe, alle 3 de kandidaten weten al dat ze een prijs krijgen. Nogmaals, ik ben blij om jullie te zien. Ik denk dat het ook geldt, zeker voor degene die thuis via de livestream kijkt. Voor hen geldt dat ze de mobiele telefoon wat mij betreft aan mogen laten. Voor u geldt dat die, als het even kan, zo meteen uit moet gaan. Ik wens u veel plezier met dit concert en zo mogelijk tot achteraf. Dank.
Thank you.
Thank you.
vandaag twee delen uit twee verschillende sonates. Ik begin met het eerste deel van de sonate van Janáček. Hij schreef dat aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914. En in zijn memoires zegt hij ook, of schrijft hij eigenlijk, dat die sonate hem heel erg doet denken aan die oorlog en het geluid van staal op staal. En dat vind ik ook dat je dat wel goed kunt horen. En daarna spelen we dus het laatste deel van de sonate van Hindemith. Dat heeft ook weer iets met die oorlog te maken. Die is namelijk geschreven aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen Hindemith, volgens de overlevering althans, nog in de loopgraven stond en granaten ontweek. Wat ook nog bijzonder is aan deze sonates, is dat ze samen gespeeld zijn door Hindemith op een recital na de oorlog, een aantal jaar later. En ja, voor mijn gevoel laten deze twee delen heel erg mooi de twee kanten van de oorlog laten zien. Zowel het geweld als ook de verstilling die erin zit. Thank you.
Sonatine van Ton de Leeuw. En aangezien Ton de Leeuw niet elke dag op het programma staat, dacht ik, ik vertel er een klein beetje over. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Mooi. Fijn sowieso dat ik u allemaal weer kan aankijken en dat we niet meer van een livestream, ja nu ook, maar dat ik jullie allemaal weer kan zien. En Ton de Leeuw is een belangrijke componist van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Hij heeft veel componisten ook opgeleid en hij heeft zelf les gehad van Olivier Messiaen. En misschien kunt u dat ook wel terug horen. Wij vinden het zelf een heel leuk stuk om te spelen. Het heeft namelijk heel veel verschillende karakters. Het begint met iets snels en pittigs en het eindigt daarmee ook. En daartussenin zit een mooi langzaam gedeelte met een soort van klokjes in de piano. En de snelle gedeeltes zijn ritmisch heel interessant. Dus het is niet zomaar een vierkwart smaak, maar u kunt bijvoorbeeld bijzondere ritmes horen. En Natasja, de pianiste, speelt ook weer net andere dingen dan ik, waardoor het een beetje gaat swingen en een beetje als jazz ook soms aanvoelt. Veel plezier met het luisteren van de Sonatine van Ton de Leeuw.
Thank you.
En zo hebt u de winnares van vorig jaar ook mogen horen, Cecilia van Berkum, die inmiddels weer een stap verder is in dat hele traject naar een toekomst, een carrière als professioneel muzikus. Ik praat nu even de tijd vol, zoals dat zo mooi heet. De jury zou nog 2 à 3 minuten nodig hebben. Als ze er zijn, dan ga ik ze aan u nogmaals voorstellen. De namen staan ook wel op het programma, maar het is altijd weer netjes om dat te doen. Dat geeft mij ook weer de gelegenheid om mijn eigen naam toch ook nog even te vermelden, want dat was ik net vergeten. Mijn naam is Jos Schillings, ik ben dus directeur van het Utrechts Conservatorium. Ik zeg daar altijd met veel plezier bij. Het mooiste conservatorium van Nederland en een van de beste van Utrecht. De knipoog mag wel duidelijk zijn. Als wij het hebben over jonge talenten in Nederland, dan weet u allemaal dat datgene wat zij ervoor moeten over hebben om professioneel muzikus te worden, dat is een stevig traject. Ieder jaar doen ongeveer 800 mensen toelatingsexamen bij het conservatorium in de verschillende richtingen die we hebben. Klassieke muziek, jazz en pop, oude muziek, oftewel zoals wij het tegenwoordig noemen, historische uitvoeringspraktijk. En Musician 3.0, dat zijn de uitvoerend muzici. En dan hebben we aan de andere kant nog de opleiding docent muziek. Alles bij elkaar 550 studenten. En van die 800 mensen die toelating doen, zijn er ongeveer 110, 120 die jaarlijks mogen instromen. Dus daar begint eigenlijk het hele selectieproces al heel stevig. Je bent er niet zomaar. Als wij vinden dat je talent hebt, en vice versa, als jij vindt dat het Utrechts Conservatorium daar de plek voor is, dan hopen we altijd dat dat een goede match is. En die match die geldt dan voor een jaar. En na een jaar gaan we nog een keer goed met elkaar kijken. Dat heet dan de proppenduizenfase. En daarna geldt de match voor nog 3 jaar. En dan ben je op het punt waar u vandaag 3 kandidaten van gehoord hebt. 3 kandidaten die een aantal weken geleden hun bachelor-examen hebben gedaan. En zoals ik ook net zei bij de inleiding, dan houdt het meestal niet op. Daarna volgt een mastertraject aan 1 conservatorium. Dat kan in Nederland zijn, kan in het buitenland zijn. Wij stimuleren daarin ook studenten om heel goed die afweging te maken. Zijn wij het die jou kunnen helpen om verder een stap te zetten? Of moet je toch gewoon ergens anders naartoe? Moeten is een groot woord natuurlijk, maar die afweging ligt bij de student zelf. En we zien dat ook op verschillende manieren gebeuren. Wij hebben een bepaald programma voor masterstudenten, waarin wij verwachten dat de student zelf precies weet eigenlijk wat hij in de daaropvolgende 2 jaar nog zou willen leren. Andere conservatoria werken daar weer op een andere manier in. En uiteindelijk heeft de student daarin vele keuzes. Binnen Nederland zijn er in ieder geval nog 8 collega-instituten die als conservatorium te boek staan. En daarnaast heb je in heel Europa vele mogelijkheden. Jammer genoeg valt daar sinds dit jaar Engeland een klein beetje buiten, want dat was ook een gewilde plek voor veel studenten om naartoe te gaan. Maar ja, dat wordt een stuk ingewikkelder. En dan komt zo'n prijs, als je toch ook bijvoorbeeld voor Engeland kiest, maar zeker ook voor de andere landen in Europa, dan komt zo'n prijs toch wel degelijk heel erg goed uit. Want studeren is ook in de masterfase een kostbare aangelegenheid. Als je als student in ieder geval een klassiek instrument alleen al wil bemachtigen, waarmee je je eigen talent ook verder kunt doorontwikkelen, dan ben je al vaak heel veel duizenden euro's verder. Dan heb ik het niet eens over een prachtige Steinway, over een viool van een zekere historische waarde. Dan heb ik het eigenlijk over de basisinstrumenten die daar echt voor kunnen dienen. Het is wat dat betreft dus een investering in talent, in tijd, in financiën, in energie, voor een toekomst die, zoals waarschijnlijk ook de meesten van u zult weten, vrij ongewis is. Er is natuurlijk heel veel mogelijk op een podium. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat wil je daar een boterham mee verdienen, dan heb je dat ook op een bijzondere manier in te richten. Gisteren bij een examen zei ik nog, hoe denk jij dat je straks in de krant komt met datgene wat je kunt, met jouw talent? Hoe wil je dat realiseren? Je moet bijzonder zijn, je moet een niche vinden, je moet een bijzondere kwaliteit voor jezelf weten te ontdekken. Of
En dat is een van de vele andere weken die gelden. Als je dan dat podium ook met anderen wil delen, met je ensemble of met een orkest, hoe kom je aan dat ensemble of hoe kom je in dat orkest? Ook allemaal prachtige mooie opties om zeg maar muziek met elkaar te maken en voor u te spelen. Maar uiteindelijk is dat wel een zaak die veel energie, tijd en vaak ook netwerk kost. U merkt al vanzelf, ik begin nou van alles erbij te halen. Het zou bijna een open dag kunnen zijn zoals ik u nu toespreek. Maar ja, in de hoop dat eigenlijk 2 tot 3 minuten ongeveer tot 2 tot 3 minuten beperkt blijft, praat ik gewoon door. Dat is trouwens ook een zaak waar je binnen een conservatorium aan gewend raakt. Een conservatorium is een veelzijdige omgeving. Kijk. Die laatste zin, die laat ik voor volgend jaar. Ik hoop dat de micro... Ja, die laatste zin, die laat ik voor volgend jaar. Ook voor de mensen op de stream, zei ik net. De jury treft u aan de overkant van het podium aan. De vraag aan Clemens Rosmulder, de voorzitter van de jury, is zometeen om tussen deze plek, mijn plek en de lessenaar in te komen. Want daar is de camera op gericht. Ja. Dan ben je in beeld. Clemens Rosmulder, oud-collega en inmiddels directeur van de muziekschool Veenendaal. Die treft u als voorzitter aan. En dan ga ik naast hem het rijtje even af. Dan hebben we Aldo Baarten, hoofdvakdocent fluit aan het Utrechtse Conservatorium. Applaus graag. Naast Aldo staat Caroline Ansink, hoofdvakdocent compositie. Dan Peter Tra, die ons al de afgelopen jaren een warm welkom heet als programmeur van Tivoli Vredenburg, van het klassieke programma. Peter, wederom bedankt voor alle mogelijkheden die we van je krijgen. Naast Peter staat Robert Vroegendewij. En dat is een gewaardeerde collega van de Muziekschool Zeeland. De directeur waar we inmiddels een interessant project mee doen. Daar ga ik ook later een keer over verder praten. Robert. En last but not least, Selma Harkink, hoofdvakdocent klassiek zang bij Utrechtse Conservatorium. En dan is iedereen voldoende in spanning gehouden, denk ik, en geef ik het woord aan Clemens Rosmulder om de verlossende uitspraak te doen. Goedemiddag inmiddels, fijn dat u er allemaal bent. We hebben een plezierig juryberaad gehad net en ik kan u vertellen, vaak wordt er dan verteld van de jury vond het heel erg moeilijk. Nou, niet tegenstaande de kwaliteiten van elk van de kandidaten, maar we waren het wel eens over de winnaar. Dus we hebben niet echt een vreselijke tijd gehad. Dus dat valt allemaal weer mee. Ik wil graag kort iets vertellen over elk van de kandidaten, wat de jury daarvan vond. And I'll start with Evelina. I suppose it's best I address you in English. Okay, good. What I wanted to do is I'm first going to tell something about each of you and then I'm going to announce the winner. Good, Evelina, your playing was full of nuances and fantasy, expressive, technically very correct and impressive. We, on the other end, thought that you could connect a little bit more with the audience. You were a bit close with yourself. And your timing also was sometimes take a little more time, was the suggestion of my colleagues. But all in all, a very nice program. Thank you for playing. Anne Roos, je had bepaald geen eenzijdig programma, want Bach tegenover Stravinsky zijn twee polen van het muzikale spectrum. Dus dat vonden we erg leuk. We vonden je in de Bach in het begin nog wat ongemakkelijk, maar dat kwam gaandeweg beter tot uiting. Het grappige was, een van de juryleden zei, het is niet stijl-eigen. Nee, dat was het niet. Het was een romantische benadering van Bach. Maar een van de andere juryleden vond dat juist erg plezierig. Dus zo zie je maar, verschillende manieren om je doel te bereiken. De Stravinsky, daar had je zichtbaar heel veel plezier in. Dat spetterde er vanaf. Het was heel enthousiast
en belooft heel veel voor de toekomst. Godelieve, wat we van jou erg fijn vonden, was dat je meteen het publiek erbij pakte. Weliswaar genoodzaakt door een programmaverandering, maar je maakt op die manier meteen contact. En dat is toch, als je voor een publiek staat te spelen, uiteindelijk het allerbelangrijkste. Je doet het voor de mensen in de zaal. Dat deed je niet alleen met het vertellen over de beide stukken, maar ook in de manier waarop je speelde. Je kwam echt goed over richting het publiek. Je nam de leiding in beide stukken als violist. Veel nuance in je klank en je maakt echt muziek en je zit niet vast aan je techniek. Daar waren we heel blij mee. Je stond er mooi boven. Je durft risico te nemen, speelt met zeggingskracht en robuust. Godelieve. Wel, zoals u weet, we hebben 1 winnaar en 2 aanmoedigingsprijzen. Dus ik hoef niet te moeilijk te gaan doen met 3-2-1 of zo, of 1-2-3. Allemaal een prijs, maar er is 1 winnaar. En die winnaar is vandaag geworden Godelieve. Godelieve, van harte gefeliciteerd. Anne-Roos, deze is voor jou. Evelina, this one's for you. Nou, de jury komt er ook even bij. Uw applaus is vanzelfsprekend ook een fantastische beloning. Dus ja, er is niks lekkerder dan applaus, vooral van echte mensen. Maar ook voor de kijkers thuis, klapt u lekker mee. Dan geven we deze mensen nog 1 keer een geweldig applaus. Dank voor jullie. Dank u wel en een fijne dag nog.